Eens in de twee maanden, zal ik maar zeggen, kwamen mijn grootouders op bezoek uit Amsterdam. Van vaders kant? Ja. En mijn grootmoeder van moeders kant, die toen de weduwe was, toen we lager vonden, die kwam ook als logeren. Nou ja, verder andere familieleden. Tantes en oom. Die oom Nol, die kwam ook nog wel eens langs, die had een auto. Toen had niemand had zijn auto in de tijd. Een oud oom had ik ook nog. Drie oud-tantes. En ik heb mijn overgrootvader ook nog gekend. Ja, ik heb mijn overgrootvader ook gekend. Van mijn vaders kant. De vader van mijn grootmoeder. De vader van mijn grootmoeder. Opa Benny. Franco. Een respectabele burger met een hoge hoed op. Hij deed in zilver. Hij is 89 jaar geworden. Die is 90 geworden. Hoeveel zus en broers had jouw moeder? Eén broer, om nul. En vader? Had een zuster en een broer. Nou, ik stel voor om te beginnen bij de oprichters van Citroën. Dat herinner ik me altijd dat je dat vertelde, dat dat familie was van moeder. Ja, het was een neef van mijn grootvader. Dus deze man, de schilderij, daar een neef van, die op jonge leeftijd vertrokken is naar Parijs, daar een fabriekje heeft opgericht. En hij is failliet verklaard in 30 jaar. Hij is arm gestorven, terwijl hij een van de beste auto's aller tijden heeft gemaakt. De Traction Avant. Weet je wel? Traction Avant. Dat is de eerste auto met voorwielaandrijving. Oom Theo. Een oud-oom van mij. Dat is een oom van mijn moeder. Citroen. Theo Citroen. Nou, hij was directeur van Liberty, Bessago. Met zijn broer. Maar hij was eigenlijk schilder. Ze ging een half jaar ging hij naar de bergen bij Lyon. En dan ging hij schilderen. Om Theo. Hé. Hey. In zijn jonge jaren. Ja. Dit is mijn vader met oom Theo. Heb jij jouw grootvader gekend? Nee, die overleed in 1910. Grootvader Citroen, mijn overgrootvader. Grootmoeder Citroen. Citroen. Ja, mijn grootvader was in Naarden geboren. En hij kwam uit Naarden. Was een zoon van een marskramer. En we woonden tegenover de grote kerk in Naarden, waar ieder jaar die Matthäuspassion wordt uitgezonden. Boven een textielwinkeltje. En uiteindelijk is mijn grootvader naar Amsterdam verhuisd. En is begonnen als een soort loopjongen bij de Verenigde Touwfabrieken. Hij was hoofdvertegenwoordiger bij de Nederlandse touwindustrie of zoiets. Hij is zich helemaal opgewerkt. Van keurlejongen tot hoofdvertegenwoordiger. En is uiteindelijk geëindigd op zijn 75ste jaar. Als we het procuratie hadden. Wanneer was dat? Nou, toen hij niet meer mocht werken van de Duitsers. Vroeger kon je tamelijk lang doorgaan als je fit was. Je werd niet gekeken naar leeftijd, maar naar wat je nog presteerde. Zo'n gelovige Jood. Die erg meegesteld was. Ik logeerde er vaak toen ik een lager woonde. Maar mijn grootouders waren dus zeer orthodox. En als kleine jongen mocht ik bij hun in bed liggen. En deed hij zijn gebeden door de kamer heen. Met een talus om. En ik herinner dat ik bij hun in bed lag en dat mijn grootvader dan zoals een vrome Jood betaamd. Een ochtendgebed deed. Daar had hij dan een gebedsriem die een band af een keer om zijn arm deed. En het ging dan als een voorhoofd met een soort busje waar de 10 geboden in zaten. En dan een gebedsleed over hem heen. En lopend, hè? Altijd lopend. Iedere morgen.
Nee, ik vond het heel merkwaardig. Ik vond het een soort schouwspel. Een beetje ridicuul, dacht ik. Nou, ik ging wel met hem naar de school. Naar de snoga. Bizar. Maar ik vond het wel leuk. En we liepen daarheen. Dat was van de Ruistraat naar Jonathan en Meijerplein. Want hij mocht niet op de tram op Sabbat. Ja, daar zit mijn grootmoeder de Jong. In die strandstoel. Mijn grootmoeder was een echte Amsterdamse Jodin. Sprak ook met een enigszins Jiddisch accent. Nou, ze was echt een Jiddische mama. Hartelijk. En kookte goed. Veel vis ook. En hield zich aan de Joodse rieten. Maar ze droeg geen pruik. Het was in Simiak. En de Simiak was nogal vol, dus ik ging met mijn grootouders erheen. En we zaten gescheiden. En dat duurde altijd een uur. En een journaal was dat vroeger. Ik weet niet of het nog bestaat. De Reefse Breestraat. Maar ik wou het nog een keer zien, of een gedeelte althans. Maar mijn grootouders die wilden weg. En toen riep mijn grootvader, Eddy, Eddy. Maar ik gaf geen antwoord. En toen zat een man naast me, Eddy, wat een norm. Dat is mijn moeder. Nou, mijn moeder was een typische intellectuele vrouw. Ze was zeer muzikaal. Dat ik me herinner. Stil. Vaak erg stil. Maar ze las ongelooflijk veel. De halve dag aan het lezen. Franse romant vooral. Veel Fransen waren erbij. De helft van ze las was Franse literatuur. En ze was een intelligente vrouw. En talen was ze perfect. Ze speelde vrij goed piano. Ze speelde heel goed piano. En ze had een triootjes kwartet en. Hij zat ook in trio's en kwartetten en zo. Hij speelde ook in trio's en kwartetten. En jullie hadden piano daar? Ja. En had jouw moeder ook vriendinnen zo? Nou, betrekkelijk weinig. Dat was een IJsselgaard. Nee, mijn vader die was de populaire Bink en dat was zij niet. In de vriendenkring. En jouw moeder was huisvrouw. Dit ook de huishouden natuurlijk. Mijn moeder deed de huishouding. Mijn vader hielp ook niet in de huishouding. Nou ja, we hadden dienstmeisjes, hè. Noemde je er eigenlijk ma, of wat zei je tegen haar? Moeder. Mijn vader. En ik tutoieerde ze ook. Wat niet helemaal normaal was in die tijd. Ze waren allebei enigszins depressief. Van haar. Maar op verschillende manieren. Mijn moeder was het introverte type. Mijn moeder heb ik het nooit kunnen doorgronden eigenlijk. Maar mijn moeder was wel neurotisch. Ontzettend gespannen, vaak. Daarboven is mijn moeder. Daarboven zijn foto's van vier vrouwen, waarvan één mijn moeder. Die een sigaret rookt, geloof ik. Dat zou mijn moeder kunnen zijn. Dat is een moeder. Moeder en zoon. Nou, ja, dit is een moeder. Ja, dat is een moeder. Moeder en kind. En dit is mijn grootmoeder. De moeder van mijn moeder. Een beetje provinciaals. Ze kwam uit Wageningen. Ze heeft bij ons gewoond. En is daar ook gestorven. In Laren op de Toerlang. En ze is hertrouwd met een gooi uit de Rijp. Henricus Boonakker. De beide families hebben gebroken. Zij omdat ze met een gooi trouwde. En hij omdat ze met een Jodin trouwde. Hij was een typische ambtenaar. Hij werkte in de posterijen. En heeft het gebracht de directeur van het
telegraafkantoor in Amsterdam. Maar hij kwam dus uit de Rijpen, waar zijn vader directeur van het postkantoor was en tevens dijkgraaf. Dus mijn grootmoeder, moeder van mijn moeder, en dat ben ik. Grootmoeder Citroen Bonakker. Ze is voor de tweede keer getrouwd met de meneer Bonakker. Nee. Het is in Valkenburg. In het midden mijn grootmoeder, geflankeerd door haar man, mijn grootmoeder, moeder van mijn moeder. En dit is haar tweede man. Oh, ja. Mijn grootmoeder met een onbekend meisje. Mijn grootmoeder is toen hertrouwd met een gooi, Henricus Bonakker, heet. Hoeveel zus en broers had jouw moeder? Eén broer, om nul. Om nul is een broer van mijn moeder. Nul, broer van mijn moeder. Ja, daar had ik goed contact mee. Ik logeerde er ook wel in Zwolle. Gingen met zijn auto erg naartoe, wat heel bijzonder was in die tijd. En dit was zijn auto? Hij was ingenieur, elektrotechnisch ingenieur. Zijn beroep was ingenieur. En oom Nol die heeft in Luik gestudeerd. Dat was toen het puikje voor de opleiding voor ingenieurs. En dat zijn dus vrolijke studenten. Hij was uit het leger. 1914 staat erop. Een hoge positie bij Fred Metzler. Hij was ook voorzitter van de muziekschool in Zwolle. Het muziekleven heeft hij daar tot leven gebracht. Hij speelde viool. Een hele vrolijke figuur. Hij was enigszins anaal gefixeerd. Ze hebben toen een Joodse middelbare school opgericht. En daar gaf hij vis- en natuurkunde les. Dus de bevrijding van Zwolle is om nul. Hij zat bij het verzet nou. Maar hij heeft de laatste jaar van de oorlog heeft hij zwaar in het verzet gezeten. Maar hij was leider van de persoonsbewijscentrale in Zwolle. Hij is dus gemengd gehuurd. Dus hij werd niet gedeporteerd. En die was getrouwd met een Tante Anna. Tante Anna. Een verschrikkelijk mens. Waarom? Nou, om Nol die had geen moeder te vertellen bij mij. En ze deed ook de afschuwelijkste dingen. Ik herinner me nog dat ik de eerste keer na de bevrijding bij hun kwam. Moet je nagaan. En om Nol was ontzettend blij dat ik de oorlog had overleefd. En die had nog een fles wijn staan. En die wou die openmaken, want ik mocht niet van Tante Anna. Dat is een verschrikkelijk mens. Ik zal tippen. Dat was een ongelooflijk chagrijnige, dominerende vrouw. En dit lijkt op Tante Anna, de vrouw van. Palme. Ja, de vrouw van oom Nol. Dat was een hartpatiënt. Hij had een hartaanval. In 1945. Boven die hond is oom Nol. Om Nol Citroen, hè? Ja. Om Nol met oom Theo. En dat is zijn vader? Nee, zijn oom. Oh. Is dat veel later, hè? Vakantievoordel van oom Nol. Voor de oorlog. Waarschijnlijk oom Nol, ja. Waarschijnlijk een kolenmijn of zo. Dit zou oom Nol kunnen zijn. Dus oom Nol. Dit is tante Anna. Eerste links, ja. Hoeveel zussen en broers had je vader? Had een zuster en een broer. En dat is mijn tante Annie, zuster van mijn vader. Tante Annie, met een onbekend meisje. En dat is de vader van neef Eddie, Bob de Jong. Mijn vader had ruzie met zijn broer. Mijn vader had een textielzaak en die heeft toen zijn broer erbij genomen. En nu zeg ik iets wat ik alleen van mijn vader heb gehoord, en mijn grootvader ook. Dat
Ja, god, dat moet je niet met Eddie over praten. Dat is een beetje pijnlijk. Maar dat oom Bob, hè, mijn vader belazerd heeft tegen mij. En dat is een hooglopende ruzie geworden. Jarenlang. Waarmee dan? Oh? Waarmee dan? Weet ik niet. Zaken dus? Ja, zakelijk. Dus ik kan hier niet helemaal over oordelen. Maar omdat mijn grootvader eigenlijk op de hand van mijn vader was, neem ik aan dat mijn vader gelijk had, maar ja, zeker weet ik het ook niet. En toen kreeg mijn oom Bob, die kreeg TBC. Dat was toen een volksziekte, hè, als je weet. Nou, toen hebben ze weer goed gemaakt, toen heeft mijn oom Bob bij ons gelogeerd in Laren, want boslucht was goed voor TBC, dachten ze toch. Het barstte daar van de sanatoria. Nou ja, toen is het weer goed geworden, maar dat was vlak niet ver van de oorlog al. Maar ik kwam dus wel bij mijn oom Bob en tante Jetty thuis. Zijn vader. Ah. Jouw vader zat in de textiel? Ja. Dat een kleine groothandel met anderhalf man personeel. Een groothandel in witgoed, zoals het heet, laken, slopen, handdoeken, zakdoeken en dergelijke. Hij kocht in en verkocht. Hij kwam met monsters in een winkel binnen, van winkelbedrijf, en liet dat zien en probeerde het dan te verkopen. En daar was hij heel handig in, of niet? Ja, hij was er redelijk handig in. Het waren de fijne soorten textiel, de duurdere soorten. Dat waren allemaal duurdere winkels. Die geen van allebei bestaan. Behalve Heersloot. Nee, wacht even. De Bonnetrie, die bestaat nog. Ja, was directeur. Directeur, ja. Maar kleine zaak dus. Firma S.E. de Jong. Ik ben ook directeur. Van fotobureau Eddy de Jong. Ja. Hij was aan de ene kant zakenman, aan de andere kant was hij enigszins een bohemiaanachtig. Wat hield je vader bezig behalve de kroeg en zijn werk? Ja, lezen en muziek luisteren. Concerten gaan. En de vrouwen natuurlijk. En die ging regelmatig vreemd, hè? Veel. Ja. Dat heb ik er wel van geërfd geworden. Dit is mijn vader met een onbekende vrouw. Nou ja, hij ging wel vreemd, hè? Ja. Ik weet alleen twee vrouwen. Een dochter van een vriend van hem. En een ander zijn verpleegster. Maar hij kon toch gewoon met jouw moeder naar bed? Had hij blijkbaar niet genoeg aan. Mijn vader was extrovert. Ook wat een depressie. Hoe zag je dat dan? Nou, door een lijdend gezicht. Hij had veel last van zijn maag, zenuwen. En dan belde hij de dokter op om 10:00 en die kwam dan langs. Dat is een vriend van hem, die dokter. En dan maakte hij een oude fles cognac open en dan ging ze lekker cognac drinken. Tot 1:00 s'nachts, dan was die maagpijn ook over. Hij was geen potato. Hij dronk gewoon een broodje. Misschien twee broodjes. Daar weet je ook niets van te zeggen wat je als oorzaak ziet? Hij maakte zich altijd een cirkel over zijn zaak. Dat het niet goed zou lopen ofzo. En dat sloeg dan in zijn maag. Werd er veel gelachen ook? Ja, vooral mijn vader. Die was enorm geestig. Ja, prikkelijk joke deed hij ook al. Ja. Nee, hij ging niet met mijn voetbal of zo, dat soort dingen. Dat was totaal niet sportief. Verder bewoog hij zich in artistieke kringen in Laren, wat er toen een kunstenaarsdorp was. En was al. Altijd bezoek van schilders en beeldhouwers en zo. Ja, mijn vader in een strandstoel.
Dit is een foto waar mijn vader op staat. Een leuke foto. Ja. Mijn moeder is niet religieus opgevoed. En mijn vader dus wel. Hij was orthodox joods opgevoed. Maar deed er verder niets aan, behalve op Jom Kippur, Grote Verzoendag. Dan ging hij met de bus en de trein naar Amsterdam, wat niet mag, hè. Openbaar vervoer gebruik maken. Ja. Maar zodra hij het Centraal Station uitkwam, was hij dan orthodox geworden. Voor het time being, voor die dag. Hij ging naar de synagoge toe. Hij vastte wel die dag. Je moet dan vasten namelijk. Had jouw moeder dat ook? Nee, die is niet joods religieus opgevoed. Maar hij deed er nauwelijks iets aan. Alleen op Jonkpoer ging hij naar de synagoge. Bat hij? Ja, als hij best ouder was. Deed hij servet op zijn hoofd. Zijn hoofd moest bedekt zijn. We vieren bijvoorbeeld wel Seideravond. Dat vindt met Pesach, met Pasen plaats. Dan zit je rond de tafel met alle mogelijke rouwkostdingen. Plus de matzes natuurlijk. En dan is er altijd één stoel die leeg is. Dat is dan voor de Messias. En dan wordt er de hele avond door de gebeden gezegd. En bij één gebed staat de oudste dan op en die doet de deur open voor de Messias. En even later weer dicht. En de jongste van het gezelschap, die moet ook een gebed opzeggen. Dat was ik dan. Manistano halaylo hazee. Dat is het enige wat ik me herinner. Maar toch trok ik me wel aan, kennelijk. Want, ja. Het zijn allemaal Joodse mensen. Dit is Bob Cahen. Dit was kennelijk de Joodse verpleegster. Die jou gehaald heeft? Ik denk het wel, of zoiets. Hoe komen jouw ouders in godsnaam bij de naam Siegfried en Eduard misschien ook? Nou, er was een traditie dat de oudste zoon, die werd ES of SE genoemd, heb je wel eens verteld, dacht ik. En het waren altijd Hebreeuwse namen, Eliezer, Salomon en Salomon, Eliezer, Eliezer, Salomon, etc. En toen wou ze mij een niet-Joodse naam geven. Het was toen gewoonte bij veel Joden, vrijzinnige Joden, om weliswaar de initialen te houden, maar dan een Joodse naam te geven. Er waren veel Joden die hun kinderen een typische, Germaanse naam gaven. Dus Eduard lag duidelijk voor de hand natuurlijk. Ze zochten een S, hè? En het moest een S zijn, hè? ES. En de dokter die mijn moeder verloste van mij, die was dol op Wagner. Vandaag Siegfried. Dat heb ik hem niet in dank heb afgenomen. Nou, Goysel en Siegfried bestaat natuurlijk niet. Heel raar. En waarom hebben ze het maar bij één zoon gelaten? Het is mij totaal onbekend. Het enige dat ik weet dat mijn moeder een bijzonder zware bevalling heeft gehad. Waar ik de gevolgen nog steeds meedraag. Dat zijn? MBD. Een afkorting van minor brain damage, geloof ik. Oh, minimal brain damage. Of minimal, kan ook. Omdat er bepaalde functies zijn waar ik op het niveau sta van een kind van 3 jaar nooit boven ben gekomen. En ook een bepaalde gestoorde motoriek en over heb gehouden. Maar ik bedoel, dat denk ik hoor. Maar ik heb het nooit gehoord bevestigd. Dat dit een reden zou zijn om niet meer kinderen te krijgen. En in de eerste 2 jaren woon je in Amsterdam? In de eerste 5 jaar van mijn leven. In de Ruisstraat, vlak bij de ijsbreker. En daarna op de Weteringschans. Weteringschans. Dan heb je ook het Weteringplantsoen, daar lag het achter eigenlijk. Ging jij naar een kleuterschool, was er niet? Nou, ik was op een kleuterschool in Amsterdam. Dat was tegenover de bioscoop Alhambra. Wilhelmina Catharina school. Die school bestaat nog daar. De vaste vrienden waren David Schulman. David Schulman. Dat was een bekend schilder. Er kwamen veel kunstschilders bij ons thuis voor. W.G.F. Jansen, dat was ook een bekend schilder.
W.G.F. Jansen. Laguna. Dat is een hoofdzakelijk portretschilder. Ook een tamelijk bekend portretschilder. Baruch van zijn voornaam. En zijn achternaam was Lopez de Leao de Laguna. Hij heette Baruch Lopez de Leao de Laguna. Sefardische Jood. Sefardisch, dus. Ik heb dus twee schilderijen. Dat is mijn grootvader een jeugdschilderij van hem. Dat schiet op die schijf en de, weet je wel. Maar hij kwam vrij veel. Geen Polen. En dan liet ik hem uit. Dat herinner ik me nog. En zei ik, ik lach u na. En zei hij, jij groeit op voor galg en rat. En als jongetje van 7 jaar zei ik altijd, ik lach u na. Ik vond het niet leuk. Ik weet nog dat hij zei, hij groeit op voor galg en rat. En hij wordt vast geen belangrijk man in de maatschappij. En ik wist toen echt niet wat de maatschappij betekende. Dat was een of andere grote melkfabriek, die heet ook maatschappij. Dus ik kon het niet associëren. Maar ja, dat was een hele mooie figuur. Laguna. En dan niet tevreden, Salm Meijer. Ja, Salm Meijer. Oh ja, de graficus. Of nou, het is niet alleen graficus. En nog een paar. En hoe kwam het dat er zoveel artiesten bij jullie overkwamen? Nou, dat kwam eigenlijk door mijn vader. Die was een tamelijk gevierde figuur. En je had toen Hotel Hamdorf, dat was een begrip. En daar had je was een apart kroegje voor. En daar kwamen allemaal schilders en beeldhouwers. Lara had toen dezelfde naam als Bergen. Ja. Kunstschilders. En daar kwam mijn vader ook. En er werd gebiljart en gepraat. En die mensen kwamen ook wel bij ons thuis. Nou, dat was een leuke sfeer. Dat was gedronken en zo. Maar die moesten vroeg oprotten. En dat deed mijn vader op de volgende manier. Die zei niet, ik ga slapen. Maar die deed dan de stoel op de tafel. Dat was dan een teken voor hun om weg te gaan. En om 10:30 of zoiets, dan zette mijn vader de stoel op tafel. Dat teken dat hij naar bed ging. En dat de anderen naar huis konden gaan. De schilders konden uitslapen. En hij stond iedere morgen om 6:00 op. Hij moest dan 5:30, 6:00 op. En wat ging hij naar? Naar zijn werk. De bus die ging om 7:00. Naar Bussum en dan nam hij daar de trein. Naar Amsterdam. Hij leefde dus in een artistieke wereld en een koopmanswereld. Het hele huis barstte van de schilderij. Pakjes allemaal Laars geschilderd. Deze heeft mijn moeder dus cadeau gehad. Staat op. Hier met die besneeuwde daken, ja. Ja. Voor Annie staat het 1931 van. Vader en zoon in Blaricum. Mijn vader was niet echt wat je noemt rijk. Maar hij wou altijd doen. Ja, god, het leven was natuurlijk totaal anders. Hè. Een spijker in de muur slaan, dat deed je niet. Dat deed men niet. Dan liet je de timmerman komen om een schilderij op te hangen of zoiets. Dienstmeisjes voor dag en nacht hebben we ook een tijd gehad. En niet te vergeten de Duitse dienstmeisjes die we hebben gehad. Wat toen zeer in was. Ja, we waren bijna altijd een dienstmeisje. Een tijd lang, toen mijn vader wat minder geld verdiende, en werkte tot 2 of 3 keer in de week. Nou, we gingen regelmatig naar concerten en zo. En openingen van tentoonstellingen. En de vakanties natuurlijk. Ik was geen makkelijke jongen. En jij was een moeilijk kind? Ik dacht van wel, ja. Ja, ja god. Ik was enig kind en dat is al, meestal is dat al een drawback. Ja, ik was enig kind, hè. Dat speelde ook wel een rol. En ik werd aan de ene kant ook mijn vader verwend. Aan de andere kant, mijn moeder, hield mijn moeder dit af, die verwennerij. En dat gaat vaak allerlei conflicten en zo. Mijn moeder zette zich vaak af tegen mijn vader, dat hij
overbezorgd was altijd over mij. En zij gaf ook meer toe. Als ik bijvoorbeeld ergens naartoe wilde of zo, dat het, zij geen bezwaar maakte, mijn vader wel. Ja. Een keer was mijn vader ontzettend woedend op mij. Toen wilde hij mijn hockeystick breken. Dat heeft mijn moeder toe voorkomen. Ik had nog wel een voorval. Dat ik iets gedaan had dat niet goed was toen ik een jaar 14 was. En dat mijn vader mijn hockeystick pakte en wou breken. En dat mijn moeder als een tijger rinder tussen kwam en het verhinderde. Dat zie ik nog voor. En waarom deed hij dat? Ja, ik was stout geweest, ik weet niet wat ik gedaan heb. Oh. Maar mijn moeder vond dat niet een manier om te reageren. Toen ik toen we tijd kwamen en mijn vader kwam in mijn slaapkamer, dan zei hij altijd handen boven dek. Dat hij altijd dacht dat hij aan het masturberen was of zo. Ze sloegen bijvoorbeeld nog. Ja, hij heeft eens een keer een stokje gekocht om mee te gaan slaan. Dat heeft hij nog nooit gedaan. Hij heeft hem nog nooit geslagen, dat vijf weer. Mijn moeder ook niet. Het kan ook een geintje zijn, ik weet het niet. Ik was een hele slechte eter als kind. Zeer moeilijke eter, ja. Toen woonden we nog in Amsterdam toen ik 3 jaar was. Toen was ik 4 jaar en toen woonden we nog in Amsterdam. En toen hebben ze me naar een soort kinderhuis gedaan in Blaricum. Een soort kinderkolonie. Een kinderhuis, geloof ik. Er waren ook andere kinderen. Om goed te leren eten. Wat ik herinner is de aankomst daar. Een vrouw met wit haar. En daar stond een zwarte man. En dat bleek dokter Labadie te zijn, onze latere arts, de vader van Henk. Ik zie het nog voor me dat ik daar stond met onze latere huisarts, dokter Labadie. En tante Fanny, dat was de directrice van het kinderhuis. Wat ik dus goed onthouden heb, is de situatie dat ik daar stond met tante Fanny en dokter Labadie. Voor dat huis. Dat zie ik nog steeds voor me, dat beeld. Hè? Ja. Dat daar aankwam. Als je mij vraagt wat ik daar deed, dan kan ik je geen antwoord geven. En wat voelde je? Weet ik niet. Ik zal het ongetwijfeld eng gevonden hebben in het begin. En dat was om te leren eten? Ja. Ik had heel weinig. Wat eet jij, Eddie, vanavond? Broccoli. Dat is niet goed. Wat kookte je moeder? De gewone Nederlandse kost met een paar Jiddische gerechten. Nou, niet echt vies, nee. Ik kon het gewoon niet eten. Ik kon gewoon niet eten. In ieder geval waren dingen waar ik wel dol op was. Zoals uitjes, augurken, mierenkwortel. Ja, je weet wel. Ik werd 6 in augustus. Toen woonden we daar 2 maanden of zo. En toen ben ik naar de Gooise school gegaan. Dat was een school voor rijke luisterkinderen. Weet je, de juf nog? Ja, juf Verzeil, ja. Was dat een leuke, gelukkige tijd? Gedeeltelijk, ja. Ik heb al een paar nare ervaringen gehad. Verder ging het wel. Zoals? Nou, ik had een ontzettende schaamte voor het Jood zijn, dat ik een Jood was. En dat wist iedereen op die school wel. En die klas dan speciaal. Het Jood zijn, dat speelde een enorme rol bij mij. Dat ik me daarvoor geleerde. Er was een boekje wat we lazen, dat heette De Zeerover van Ozaan. En daar kwam dan een Jood in voor, een typische Shylock-figuur. En toen keek iedereen naar mij en wees naar mij. Nou ja... Ik zonk door de grond. De Zeerol van Oceaan was een bekend jongensboek. En dat soort dingen die vooral vroeger kwamen wel voor in boeken. Dat was één ervaring. De andere ervaring zat ik in de 4e klas, dat was 9 jaar. De andere ervaring was dat de onderwijzer ging vragen wat voor godsdienst de kinderen hadden. Ja, er waren bijna allemaal protestant, huis uit. En 2 katholieken herinner ik me nog.
En jij bent Jood, wees je zo naar mij. En dat heeft ook traumatisch gewerkt. Dat waren de nare ervaringen van die school. Vierde klas lagere school. Dat de onderwijzer aan alle leerlingen gevraagd wat voor geloof ze hadden. En ik was de enige Jood in de klas. En toen keek iedereen aan dat mij. Dat vond ik vreselijk. Ja, ik was een outsider. Ik voelde me een outsider. Heb je dat tegen je ouders verteld? Nee. En heb je dat tegen je ouders ook gezegd dat je problemen had? Nooit over gesproken. En ik was altijd jaloers op de laardere kinderen die op klompen naar school gingen en zondags naar de katholieke kerk. Dat wou ik ook eigenlijk. Maar ja, toen ik op de lagere school was, dan mocht ik ook niet naar school op Grote Verzoendag, dat ik thuis gehouden. Ja. Ook weer voor mijn grootvader. Nou ja, als hij zou weten dat ik naar school ging op Grote Verzoendag, zou hij niet leuk vinden. Ik heb het ook op de middelbare school ook verzwegen altijd. Ja. Er werden wel eens antisemitische dingen gezegd, maar ik hield me buiten. En ze wisten ook niet dat ik Joods was op de middelbare school. Omdat ik het nooit gezegd had. Zaten op de middelbare school ook geen andere Joden? Jawel. En die heb je het ook nooit verteld? Nee, waarom zou ik? Waarom zou je niet? Nou ja, omdat ik me niet echt Joods voelde. Dus ik had ook geen behoefte om met hem om te gaan. Ik heb op school nooit echt last van gehad, hè. Behalve dan wat je net vertelde. Er was altijd een sluimerend antisemitisme. Dat is altijd geweest. En nog wel hier en daar, maar vroeger was het veel sterker. En het was geen agressief antisemitisme. Ik vereenzelfde me altijd met de... Dat was toen een typisch boerendorp Laren. Met de jongetjes en meisjes die op witte klompen en zwarte sokken... Die witte klompen liepen en zwarte sokken droegen. Dat zou ik ook zo dolgraag willen. Maar het passieve of sluimerende antisemitisme, dat was wel schering en inslag. En dat was ook vaak gebonden aan de status. Je vond het veel minder bij arbeiders en intellectuelen dan bij de tussenmaat. Ik weet niet wie het zoveel de jongetje is, maar dat zou ik wel kunnen zijn. Ja, de orde verstoren, grapjes en zo. Een ruzie met de onderwijzer of de onderwijzeres. Nou, ik had wel een stel vrienden. Ja, ik had een stuk of 5 vrienden waar ik veel mee omging. Op de lagere school. Hier leerde ik op fietsen. Op dat enorme ding? Ja. Er was één grote voerkamer waar we... Eigenlijk zelden kwamen. Ja, als er bezoek was, dan ook niet altijd. Ja. Nou, dit zijn mijn ouders. Je moeder was geboren in welk jaar? 1889. En je vader? 1891. Ze trouwde in welk jaar? 1917. Dus het was niet echt een gelukkig huwelijk, of wil je dat niet zeggen? Nou, het was niet een echt gelukkig huwelijk. Heb je ze elkaar wel eens zien zoenen? Ja, ja. Ja, ze gingen redelijk goed met elkaar om. Dit is mijn vader en mijn moeder met tante Fleur, vriendin van mijn ouders. Tante Zandvoort. Dat is die mevrouw Cahen. En dit is die meneer Cahen. Links, ja. En mijn moeder en mijn vader. In Spa. Dat is mijn vader, dat is mijn moeder. Werd er bij jullie thuis naar de radio geluisterd? Ja. Zeer veel zelfs. Nee, er was iedere dag, ik meen dat het om 5 uur was, over de BBC. Een programma van een ballroom orchestra. Die had in Engeland had je hele bekende ballroom orchestras die meestal in hotels speelden. Henry Hall, Harry Roy. Bert Ambrose,
Jean Payne, nou ja, nog zo'n stel. Bijna allemaal Amerikaanse hits. Nou, daar hield mijn moeder ook van, omdat ze dus ook de klassieke muziek speelde. En daarom kende ik al die liedjes ook zo goed. Ik herinner me nog dat ik naar Apollolaan liep en de kinderwagen voortduurde waar Eddie in zat. Dat herinner me levend, man. Bij het Hilton Hotel was dat ongeveer. Ik kan geen 100 meter er vandaan zijn. En van die fragmenten die je nooit vergeten. Verder weet ik ook niet waarom ze Eddie naar mij hebben genoemd. Maar ook altijd een raadsel geweest. Hij weet het ook niet. Het was wel naar jou. Hij heet ook Eduard Siegfried, ja. Het was een voor mij afschuwelijke dag. Want ik had een lange broek aan, wat die ongebruikelijk was voor een jongen van 13 jaar. Ik was doodsbang dat ik vriendjes of vriendinnetjes tegen zou komen. Want we moesten lopen van Laar naar Bussum. Naar de synagoge daar. En toen gingen we terug naar op de terugweg langs een Joods restaurant. Daar gingen we eten en toen gingen we weer naar huis. Toen ik geboren was, kwam ik mijn vader zijn klerenmaker tegen. En toen zei hij, ik heb een zoon. Wel gefeliciteerd, Sal. Als hij bar mitzwa wordt, krijgt hij van mij een donkerblauw pak. Dat heeft mijn vader onthouden, of opgeschreven, dat weet ik niet. En een paar maanden voordat ik bar mitzwa werd, ging hij naar die klerenmaker toe. En die gaf mij toen een donkerblauw pak. Ik was lid van de hockeyclub en ik tenniste. Ik ging vrij sociaal om met anderen. Je had toen nog niet die angst voor mensen? Nee. Oh, absoluut niet. Wat wist jij in de jaren 30 van de Duitse dreiging? Ja, moet ik even precies omschrijven welk gedeelte van de jaren 30, want het is erg belangrijk. Ja. Het verschil is heel erg groot namelijk. Nou ja, laten we beginnen in 33. Nou, 33 was 12, 13 jaar oud. En ik was met mijn ouders enige jaren, 2 jaar geloof ik, achter elkaar naar Duitsland gaan met vakantie. En ik weet nog dat mijn vader zei, dit zal de laatste keer zijn dat we onze vakantie in Duitsland doorbrengen. Ik meen dat het in 1933 was, of 32, even maar twee. Want de jaren daarvoor gingen we met vakantie naar Duitsland. Ik weet nog dat mijn vader toen zei, dit zal wel de laatste keer zijn. Dat was waarschijnlijk in 1932. Mm-hmm. En dat kwam dus uit. En begreep je toen wat hij bedoelde? Nou, enigszins wel, ja, maar toch. Ik drong ook nog niet helemaal tot hem door, tot wie wel in die tijd. Ja. Omdat de ergste toestanden die kwamen pas een paar jaar daarna. Toen kreeg je die vluchtelingen hier? Vele vluchtelingen hier. We hebben er ook nog in een huis gehad trouwens, een half jaar. 1936, 1937, ik weet niet exact. Ja, we hebben ook nog een vluchtelingenhuis gehad. Een half jaar of zo. En de houding van deze ging was zeer dubieus. Omdat ze een hele hoop tegenhielden. Zelf terugstuurden sommigen. Was je toen ook al bang? Totaal niet, nee. 37 of zo? Nee. Op het boulevard in Knokken sprak een Franse jongen mij aan. Die met twee meisjes liep. Of ik zin had om met hen te gaan tandemen naar Nederland. Het ligt aan de grens, hè. Dat heb ik toen gevraagd aan mijn ouders en die vonden dat goed. En toen zijn we naar de duinen bij Retranchement in de plaats gegaan. En daar heeft het zich afgespeeld. Ja, ik had de meeste vreemde fantasieën. Ja, had je geen voorlichting van je ouders gehad? Nee, totaal niet. Ik moest met mijn handen boven de deken slapen. Van mijn vader, ja. Nee, maar voorlichting heb ik niet gehad. Jij had heel veel vriendinnen toen, of viel dat mee? Nee, ik had helemaal niet zoveel vriendinnen. Oh. Dat kreeg ik pas toen ik een jaar of 17 was of zo.
Ja, god, ik, hoe gaat zoiets? Op een feest en dan ga je vrijen, meestal buiten of zo, hè? Oh ja, en wat voor voorbehoedmiddel gebruikt je daarbij? Een condoom. Of niks. Maar ik geloof dat ik het meer zonder deed dan met. Dat was een onvruchtbare periode of zo. Periodieke onthouding. Ja. Of voor het zingen de kerk uit. Zoals het heet. Dat deed je ook? Dat deed ik ook wel zo. Ja. Zeer frustrerend, maar het gebeurde wel. Ja, god, ik had een boot in Loosdrecht en dan gingen we ergens dansen of zo. En dan was de bedoeling dat je een meisje versierde, weet je wel. En dat gebeurde dan wel regelmatig, zo, een paar keer in de maand of zo, in het zeilseizoen. En ik had toen een verhouding met Gudy de Jong. Gudy de Jong was de dochter van A.M. de Jong, de schrijver. Een vriend van mijn vader. Ik weet niet eens waardoor het uitging. Maar ik was toen een jaar of 17, 18, toen ik haar eerst leerde kennen. En ik was ontzettend verlegen. En ik was helemaal verliefd op haar. Erg verliefd op haar, maar ik durfde de stap niet te wagen. En dat kwam pas een paar jaar later, heel gek. Toen ik 21 was of zo. Wanneer ben jij naar Engeland gegaan op kostschool? 1938. Om Engels te leren. Maiden Early heet het. In de buurt van Oxford. Nou, ik heb een ontzettend leuke tijd gehad daar. Heel veel aan sport gedaan. 5 dagen in de week. 3 uur sporten. Ik was de beste hockeyer, dus het was niet zo interessant voor mij om te hockeyen. Oh, ja. Toen ben ik gaan rugbyen. Ja, ik had een meisje ontmoet aan Bexhill-on-Sea, een badplaats waar ik 3 weken vertoefde. Daar heb ik een kortstondige verhouding mee gehad. Ik herinner me nog wel dat haar ouders, die waren er ook. En dat zij met haar vader voorliep op straat. En de moeder pakte mijn hand en kneep daar verschillende keren in. Wat ik zeer bizar vond. In 1938 was ik in Engeland. En toen was er inderdaad sprake van de oorlogsdreiging. En toen moest ik thuis komen, kreeg een telegram dat ik naar huis moest komen. En dat deed ik de volgende dag. En toen heb ik de boottrein gemist in Londen. De Terrace Station. En ik was toevallig in Londen gestrand, omdat ik de trein gemist had. Ik moest thuis komen. En ik had weinig geld meer bij me, toen ben ik naar ambassade gegaan. En heb mijn vader opgebeld. En die zei, nou, het hoeft niet meer, het was München. En toen ben ik naar Downing Street gegaan. De Downing Street nummer 10. En heb me voorgedrongen, geloof ik. En toen kwam Chamberlain terug met zijn bekende briefje. War for our lifetime, of zoiets zei. En toen kwam hij aan met het briefje Peace for our time, lifetime, wat zei hij ook weer. Dat heb je hem horen zeggen? Ja, het was de dag dat hij terugkwam, een bespreking met Dollar J, Hitler en Mussolini uit München. En ik zei dat ik verslaggever was, nagaan, ik was net 18, verslaggever was van Leiden Courant de Bel. Een klein blaadje in Laren. En dat trapte ze toen in, de politie die er was. Dus ik stond vooraan, helaas had ik geen camera bij. Maar ik heb dat historische moment dus wel meegemaakt.